Word nu lid voor maar 100 SED. Compleet met persoonlijke begeleiding. Het Gewichtenhuis. Trainen is nog nooit zo persoonlijk geweest. Sport met Chef Ellie komt tot u met de complimenten van het Gewichtenhuis. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij Sport met Chef Ellie. Aan het begin van deze eerste uitzending van 2018 wens ik u een gelukkig, maar bovenal een gezond en sportief 2018 toe. Vanwege de Caribische basketbalkampioenschappen die later dit jaar worden georganiseerd, heeft de SBA gemeend om een korte competitie te houden en die gaat al van start op zondag 7 januari. De openingswedstrijd wordt gespeeld in de herenhoofdklasse CLD tegen de Arend en daarna de hoofdwedstrijd om 9 uur Villabank Kooi Karper tegen de kampioen van het vorige competitiejaar, de Schakel. Op dinsdag 9 januari speelt in de jongens U19 klasse om 4 uur Villabank Kooi Karper 1 tegen Villabank Kooi Karper 2. Daarna om 5:30 ook in de jongens U19 SCVU tegen Rialto. In de heren eerste klasse daarna SCVU tegen Telesuur en om 9 uur heren eerste klasse de Arend tegen Inter Maratrete. De eerste speelweek wordt afgesloten op zaterdag 13 januari met de meisjes U19 wedstrijd Yellowbirds tegen Rialto. Daarna in dezelfde klasse SCVU tegen de Arend. En dan wordt er vandaag ook alweer getroefkald in Sportcafé Munder. Om 8 uur, daar is dus de Surinaamse Troefkalbond weer bezig met de voortzetting van de 25e ronde. U weet, tijdens de laatste speeldag nam de vereniging Soudar afstand van haar concurrenten. Soudar nam het toen op tegen Olaria, de nummer 3, en wist de wedstrijd te winnen. De nummer 2 Palmboys kon geen overwinning boeken op de ploeg van SMC. De wedstrijd Soudar tegen Olaria eindigde 80-63. De hoogste score bij Soudar Rowinder, Somai en Glenn Havheid met 27 punten. En de hoogste score bij Olaria George Sukai en Samir Gobind met 21 punten. Vandaag, zei ik het al, de voortzetting van de 25e speelronde. Toppers tegen Jai Gandhi, Pinto Boys tegen Formula, Ekta tegen Victory en Palm Boys tegen Colibri. En dan naar zaalvoetbal, want de scholencompetitie 2018 die gaat binnenkort weer van start. De eerste inschrijfdag is reeds voorbij en de tweede inschrijfdag voor de scholencompetitie is op donderdag 11 januari van 7 tot 9 uur in de bestuurskamer van de Surinaamse Voetbalbond in de Anthony Nesty Sporthal. De poolindeling is op 15 januari en het wedstrijdschema komt op 16 januari uit. De competitie start op 20 januari. Los van de scholencompetitie gaat de SZVB ook van start met een U17 jeugdcompetitie en aanpassing van de huidige competitiestructuur. De voorzitter van de Surinaamse Zaalvoetbalbond, Rolle Verwij, geeft aan dat een van de speerpunten van de Surinaamse Zaalvoetbalbond de jeugdontwikkeling en doorstroming van de jeugd ten behoeve van de continuïteit is. Voortbordurend op deze visie zal de SZVB in 2018 van start gaan met de jeugdcompetitie en zullen er veranderingen plaatsvinden in de huidige competitiestructuur. Verder deze week houden wij nog een uitgebreid interview met Rolf Verwij, voorzitter van de SZVB. En dan tot slot, want zoals u weet, voor iedere sport is er een scheidsrechter nodig. Want zonder scheidsrechter is er geen wedstrijd. En daarom heeft de SZVB gemeend om weer zo'n scheidsrechterscursus te organiseren. De start is op dinsdag 16 januari en de cursus duurt 10 tot 12 weken. Op de dinsdag en donderdagavond van 6:30 tot 9 uur. En het inschrijfgeld bedraagt 200 SED. Voor geïnteresseerden geldt dat die de minimale leeftijd van 16 jaar moeten hebben, slagen voor een theoretisch en een praktijkexamen. En natuurlijk is deze cursus voor mannen en voor vrouwen. Dat was Sport met Chef Ellie voor vandaag. Vergeet niet om deze uitzending te delen met al je vrienden. Morgen ben ik er weer. And remember, if you don't see yourself as a winner, you can't perform like a winner. Luisteraars, goedemorgen.
Word nu lid voor maar 100 SED. Compleet met persoonlijke begeleiding. Het Gewichtenhuis. Trainen is nog nooit zo persoonlijk geweest. As close to a rainbow you will get. London Communication.